Rommel heeft een foutje gedaan, denk ik, met te zeggen zijn liefde voor Italië. Op het moment dat je in Chelsea zit. En toen heeft hij een aantal blessures gehad. En toen heeft hij dat een beetje op het systeem. En zijn woorden zijn misschien niet goed, maar Rommel is een heel, heel gevoelig jongen. Hè. Oh. Je ziet wel over het racisme ook en zo. Dat moet je als topvoetballer daar niet overzetten. Dat je gewoon weet, mensen gaan oerhoud spelen, maar mensen gaan je beleden, mensen gaan iets zijn over je moeder. Ja, natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk, ja. Wat hebben, ze hebben tegen mij ook. Hè. Je moeder is een oer en zo verder. En leek een Jeannette. En, okay, ja, en ik zwaai dan terug. Hè. Ik nam het al lacherig op. En ik zwaaide, ik draaide dan. Hè. Weet je hoeveel schelden dat er zijn? Dat zijn 20. 20 onnozelaars of 10 onnozelaars. En dat neemt de rest dat over. Ja, en neem dat een beetje. Relativeer dat een klein beetje. Het leven zijn veel ergere dingen dan dat. Wij zijn allemaal tegen racisme. We zijn allemaal tegen mensen beschimpen en zo. Enzovoort. Wij zijn allemaal tegen oorlog, denk ik. Maar je moet dat ook een klein beetje inpakken, inpassen als er doorheen een oorlog wat zit te roepen. Joh. Ik moet zeggen, ik had heel veel moeite. Als er bijvoorbeeld met Sint-Niklaas bijvoorbeeld ergens moest gaan spelen, waren er 1500 of 2000 mensen. Dan hoorde dat sneller dan dat er 15.000 of 100.000 zitten. Dus dan heb je minder, ook gezet ervoor gewapend. Je moet er ook, zoals gezegd, je moet er ook voor gewapend zijn. Je moet weten dat er wat vijandigheid kan zijn. Als je buiten huis speelt, dat het zou kunnen, dat dat is. Gaan we de wereld kunnen veranderen? Nee toch? Het zou makkelijk zijn als we zo de wereld kunnen veranderen.